Welke is het mooiste, Tom? Deze. Hallo iedereen, dit is Bauke Mollema. Vanaf mijn balkon in Monaco. Hier woon ik samen met mijn gezin, Jane en 3 kinderen. Hoi, ik ben Mare Bouwmeester. Ik ben een Friesin, maar ik woon in Den Haag samen met mijn vriend. We staan hier in ons thuisje. Ik ben op dit moment in voorbereiding op de Waalse Klassiekers en de Giro. Vandaag heb ik een rustdag. En op zo'n rustdag doe ik eigenlijk alleen een core stability sessie. Superman! En als je dan aan het trainen bent, of gewoon thuis met een groot gezin, ja, dan merk je gewoon dat je weer veel spullen hebt, wat afval is. Als zelfste ben ik heel veel in het buitenland. In voorbereiding op de Spelen van Rio ben ik ook 14 maanden heb ik in Rio gewoond. En dan zo'n laatste week bestel ik gewoon wat ik nodig heb voor de volgende trainingskamp. Ja, dat zijn supplementen, sportvoeding. De buren worden wel eens gek van mij, dat de pakketjes daar vaak worden afgeleverd. En ja, zoals je ziet, creëert dat gewoon nou een hele hoop afval. Ja, dan denk je ook van, dat moet toch minder kunnen. Ik probeer al een tijd om minder afval te krijgen, om beter te scheiden. Maar ik merk ook dat dat best lastig is. Hoe moet je het ook scheiden en wat moet nou waarin? En ik zou wel willen om wat minder afval te produceren. Maar ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Dus daar ga ik de komende tijd mee aan de slag in een aantal vlogs. Heb jij nou een goede tip om afval te voorkomen of om beter te scheiden? Deel je tip dan met ons hieronder in de reacties of via www.scheidadvies.nl. Wij geven jou scheidadvies waar je wel wat aan hebt. Dus blijf ons volgen, zodat we met z'n allen minder afval produceren en beter gaan scheiden. Tot de volgende vlog.